stond vandaag voor jou vast ook weer rekenen en taal op het programma. Ja, de kerstvakantie is echt voorbij. Maar de kinderen van de Sint-Willibrordus school in Coevorden vinden het helemaal niet erg. Hun schoolplein is tijdens de vakantie omgetoverd tot een ijsbaan. Het is wel saai op school, want je wil niet rekenen en taal. Maar dit komt niet elk jaar voor. Dat is wel bijzonder. Nou, ik denk niet dat iedere school het heeft. Rekenen vind ik niet leuk. Schaatsen vind ik het leukst. Ja, en dat kwam dus goed uit. In de pauzes, voor en na school en tijdens gym stonden de kinderen van de Sint-Willibrordusschool in Coevorden op het ijs. Je kan de hele tijd rondjes schaatsen. En dan iedere keer als je valt, gaat het steeds weer beter. De leerlingen was gevraagd vandaag hun schaatsen mee te nemen. Toch was het voor de meesten een verrassing dat er ijs op het plein lag. Je verwacht het eerst niet. En dan kom je op school en dan heb je toch ijs aan het schoolplein. De baan is gemaakt door de directeur van de school. Tijdens de kerstvakantie heeft hij, met hulp, soms tot midden in de nacht gewerkt om de ijsbaan op tijd klaar te hebben. Ja, ik vind het wel heel tof. Ik vind het wel heel leuk dat we nu op school wel kunnen schaatsen, want dat doen niet iedere school. Gaat u zelf ook nog schaatsen? Dat doe ik s'avonds. Als iedereen weg is, maak ik mijn rondjes. Natuurlijk moet er ook aan rekenen en taal worden gedaan. Tja, de vakantie is immers voorbij. Maar zolang het ijs er ligt, doen ze dat hier waarschijnlijk toch wat minder vaak dan andere kinderen.